Nadat zijn vrouw Amy geheimzinnig is verdwenen, komt Nick in een grote nachtmerrie terecht. Journalisten en sociale media interpreteren alles zoals ze het zelf willen en voor hij het doorheeft is hij verdachte nummer 1 voor het grote publiek. Ogenschijnlijk heeft hij de schijn dan ook behoorlijk tegen. Maar is alles wel wat het lijkt? Soms is een recensie in elkaar draaien een lastige klus. Hoe leg ik uit wat ik van een film vind zonder te veel weg te geven? Deze film heeft namelijk twee kanten en begint met het verhaal van Nick. Dit gedeelte van de film deed me vaak een beetje aan Jacht te denken. Een man die door interpretaties en verdachtmakingen van anderen langzaam in isolement terechtkomt en de schijn ook nog eens behoorlijk tegen heeft. Nick heeft het niet makkelijk en zijn houding en acties lijken ook niet voor hem te pleiten. Niet alleen de personages, maar ook de kijker wacht geboeid af of Nick al dan niet zijn vrouw heeft laten verdwijnen. Daarna neemt de film een wending. Ik ga dat niet voor u verklappen, maar het feit is wel dat de film me in eerste instantie behoorlijk wist te verrassen. Als deze wending een kwartier had geduurd en de film daarmee was afgerond, dan was het een briljante twist geweest. Helaas verzandt de film met deze wending in nog eens een uur ruim vertellen, uitleggen en afronden. De verrassing is er inmiddels wel een beetje vanaf en ik zat gewoon te wachten op het einde en dat is nooit een goed teken. De eerste helft van de film is spannend, onderhoudend en ik zat behoorlijk op het puntje van mijn stoel. Ik neigde naar 4 uit 5 sterren. Dit leek bevestigd door de twist en ik was blij met deze lekkere thriller. Maar daarna duurde het me gewoon allemaal een uur te lang en zakte de film behoorlijk in. Zonde, want Gone Girl zit vakkundig in elkaar. Maar door te veel te willen uit te leggen schiet de film zichzelf in de voet. Daarom geef ik de film maar 3 uit 5 sterren.